De binnenkant beschermen. Ja. Laten inremmen. Gaat hij hem doorkruisen? Ja. Hallo beste kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Robin en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van Formule 1 2019. In de vorige video hadden we Engeland gereden en dat was echt een super race. We hadden daar ook gewonnen, snelste tijd neergezet, we staan bovenaan in het kampioenschap. Stel jullie zijn nieuw op mijn kanaal, check even de vorige video's van Formule 1 natuurlijk en van Fortnite en van andere dingen. En abonneer als jullie niks willen missen. Laat een blauw duimpje achter als jullie nieuw zijn en als jullie dit een leuke nieuwe video vinden. Dan gaan we nu gewoon lekker de game induiken. Jullie weten hoe het werkt. We gaan door naar de practice. Oké, beste kijkers, even heel snel tussendoor. Wij staan bovenaan met 202 punten in de Toro Rosso. Lewis Hamilton staat tweede met 152 punten, staat 50 punten achter mij. Valtteri Bottas staat derde met 149 punten en 53 punten achter mij. We gaan door naar Duitsland, round 11. En ja, ik denk dat wij nog 11 races moeten rijden, dus 3 in een week, want ik ga 3 keer Formule 1 opnemen, want ik wil ook meer tijd maken voor Assassin's Creed Valhalla. En voor andere dingen, er gaat nog echt superveel komen. Maar sowieso 3 keer in een week wil ik Formule 1 opnemen, want ik wil ook naar 2020 en daarna naar 2021. Dus nog 11 races, dus nog 3 weekjes en misschien ga ik wel iets meer uploaden. Maar laten we doorgaan naar Duitsland, practice 1. Oké, beste kijkers, Daniel Ricciardo, de eerste tijd met de softband een 1.19.8 precies. Tweede Charles Leclerc met de 1.20.2 op de mediumband en Max Verstappen de derde tijd met de 1.20.2 ook. Ik rij in de tiende tijd op de harde band een 1.21.0.4.0. Ik rij 1.2 seconden langzamer dan Ricciardo, maar toch. Ik rij op de harde band, hun op de Ricciardo op de softband, dus ja. Je kan altijd de practicen, kan je weinig van zeggen hoe en wat. Laten we gewoon doorgaan naar practice 2 nu. Oké, beste kijkers. Zoals jullie horen, Verstappen 1, Albon 2, derde Bottas. Max Verstappen reed ook op de softband, nou eigenlijk 1 tot en met 4 reed op de soft. Nou zeg maar 1 tot en met 8, behalve ik op de medium en daarna ook een paar op de medium. Maar Max Verstappen reed in 1.18.3, ik reed in 1.19.1, al wel sneller. Op de achtergrond zien jullie dat het nu regent, dus ik denk dat practice 3 wel met regen wordt. Maar ja, zeg maar 17e van Max, ik vind het nog best wel goed. Ik rijd nog niet op de softbandjes, dus ja, laten we doorgaan naar practice 3. Oké, beste kijkers, de practice 3 zit erop. Zoals jullie horen, ik heb de eerste tijd gereden. Eigenlijk hebben we allemaal een heel snel kwalificatierondje neergezet. Ik reed 1.18.025, Charles Leclerc reed 1.18.3 en Valtteri Bottas in 1.18.8. Ja, Charles Leclerc die laat 3 tienden liggen op mij. Pierre Gasly reed nog op de mediumband en 1.20.8 op de 11e plek. Ja, het is gewoon echt een heel, heel snel baantje. Dat gaan jullie ook zien in de kwalificatie. Het is echt een supersnelle baan. Alleen één foutje en je zit ook zo op het gras of nog erger, je spint gewoon. Echt, je moet wel heel goed, ja, je moet gewoon echt meters maken op deze baan. Ja, dan moeten we op elke baan, maar echt goed opletten. We gaan door naar de kwalificatie, die gaan jullie nu zien. Let's go! Oké, beste kijkers. Ja, we gaan gewoon... ik zet hem wel op maximum speed. En dat zou ik jullie zeggen, omdat... ook met de race weer... ik heb altijd zo'n slechte start, maar dat is gewoon de Toro Rosso. Want ik heb een beetje achter...
gewoon een beetje zelf ook gereden in andere auto's, de Mercedes, want ik wou dat gewoon een beetje weten. En dat ligt gewoon echt aan de Toro Rosso. De Toro Rosso komt gewoon echt verrot weg. We gaan nu go to the track en ja, hopen op een super, super rondje wat ik ga rijden. Here we go! Oké, beste kijkers, in de eerste bocht schakel ik meestal gewoon één terug, pak een beetje wijd, DRS aan, na de 7, zoals jullie zien, vol in de ankers, meestal laat ik hem in de 3 de doorloop, vol gas er weer op, ook niet liften, hup, DRS weer open zoals jullie zien, en dan gewoon vol gas erop houden, door naar de 8 en dan tik je de, nou, blijkbaar de 330 bijna aan. Vol in de ankers, want je krijgt hier die U-bocht die een beetje altijd ruim neem ik. Vol gas erop. Dan de rechterbocht die neem ik altijd gewoon lekker hard erdoor. Drie terug, hup, gas er weer op. Gas erop houden, want als je hem goed instuurt dan kan het gewoon. Hier meestal twee terug, een beetje te veel gras. Op, gas erop houden, weer eentje omhoog, beetje door laten lopen en dan beetje liften, DRS aan en dat is een rondje op Hockenheim. En we hebben de eerste tijd gewoon gereden. Ik zat echt te kijken van, hey, eerste. Gewoon 17e van Sebastian Vettel die tweede en Lewis Hamilton derde met 18e. Ja, het is gewoon echt een superbaan gewoon, de Hockenheimring. Echt, ik hou van deze baan wel hoor. Alleen zoals jullie hebben gezien, als je één foutje maakt in een bocht, ja, dan verlies je hem gewoon. Maar een 1-16-2 reden we. Onze Pierre Gasly. We gaan vanaf nu afspreken. We gaan niet meer naar Gasly kijken. Alleen hoe die in de race heeft gereden. Maar we gaan niet meer kijken hoe die gewoon in de kwalificatie. Nee. Gewoon nada. We gaan door naar de race. En die gaan jullie helemaal zien. Stel jullie vinden het al een leuke video. Beloon het zeker even met een blauw duimpje omhoog. Hè. Dat zou super tof zijn. En dank jullie wel allemaal. We zitten bijna op de 100 abonnees. Ik vind het echt super en geweldig dat iedereen mij zo ja, ineens loopt te abonneren. Ik kreeg er binnen een dag ineens 10 erbij. Dus echt, dank jullie wel. Love voor jullie allemaal. We gaan door naar de race. There's nowhere at all I'd rather be today than here at Hockenheim for the German Grand Prix. We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Robinson lines up. Okay, best kijkers, daar staan we dan. Nog even. Ja, daar staan we. Sebastian Vettel tweede, derde Lewis Hamilton, vierde Leclerc, vijfde Bottas, zesde Max, nou, zevende Albon, achtste Lucas Weber, negende Butler en tiende Kimi Räikkönen. Ja, ik zeg het elke keer, ik ben wel altijd super stressig voor de race. Oké. 17 rondjes. Ja, we rijden 5 rondjes op de softbandjes en dan gaan we door 12 rondjes op de medium of 12 rondjes op de hard. Nou, we gaan gewoon natuurlijk op de mediums, dat is duidelijk. De car setup had ik ook al gedaan. 17 rondjes gaan we gewoon knallen. En we gaan direct onze fuel mix weer op rit zetten natuurlijk. Let's do it! Daar staan we dan, beste kijkers. We hebben hem op rits gezet, vol gas erop. En we zijn weg naar de binnenkant. Ah! Oeh, dikke slip.
Maar we liggen eerst, we hebben ons plekje gehouden. Nou, dit wordt nu gevaarlijk, want die Mercedes die komt er alweer aan. En Bottas ligt ook al derde. Oh, kut. Ja, te wijd. Kom op. Je hoort gewoon achter me. Jongen, wat is er nou aan de hand ineens? Ik moet echt een beetje, ik ben wat te gestrest. Maar mijn auto doet ook een beetje apart achter. Maar zoals ik al zei, we zijn de eerste ronde doorgekomen. Mijn auto is heel hobbelig aan de achterkant, maar... zoals ik al zei, we zijn de eerste ronde doorgekomen. Lewis Hamilton staat tweede met 17e van me af. Daar achter Bottas. Het is een lekkere drukke boel weer. Kijk, nou gaan de bochtjes wel goed. Nog een beetje wijd, maar dat mag. Hier gaan we gewoon weer lekker vooruit door. Wat zit er helemaal doen op mijn kont? Hier win ik wel een beetje tijd mee. Maar als er zometeen DRS komt, dan heb ik echt een probleempje. Ik zeg het en het komt. Oké. Nou, we hebben de snelste tijd gereden. Ja, DRS gaat aan. Oh, damn it. Je ziet gewoon, die spoiler staat open van hem. Oh, hij tikte me aan. Hij tikte mij echt aan, want ik hoorde mijn auto. Dit bedoelde ik dus. Daarvoor heb ik de settings echt op high speed gezet. Omdat ik wist gewoon, de Toro Rosso heb hier gewoon heel veel moeite mee. Nou, we zitten nu in de vierde ronde. En... we liggen nog steeds eerste. Daar gaat het om. Ja, die Hamilton die gaat zometeen langs mijn jongen op dat rechte stuk. Kijk maar, hij komt er al aan. Ik ga de binnenkant beschermen. Ja, laten inremmen. Gaat hij hem doorkruisen? Ja. Hij zit naast me. Kom op. Vol gas erop weer. Beetje gras, maakt niet uit. Oh,
Oh shit, nee, oh. Oeh. Heel klein foutje van me, maar... Nou, DRS gaat hier weer open van Hamilton, dus dan kan hij zo naar me toe rijden. Maar wij gaan hem even op bridge zetten. In de hoop. Ja, hij komt er alweer aan. Je hoort hem gewoon. Ik kon... ik laat ons beide leven, dus ik pak hem wel iets ruimer. Hup, direct gas erop. Oeh. Dit is een race, jongens. Dat is niet normaal. Iets te ruim weer. Ja, hij is langs me. Ja, wat denkt Hamilton? Dat ik zomaar het gas inga of zo? Ja, ik ga expres doorrijden, want... We hebben een beetje ademsruimte weer. Maar ik moet echt naar binnen. Deze banden zijn zo op. We gaan hem weer op rit zetten en je ziet... Hij komt er al aan, hè. Ja, en we zitten hem echt dik te blokken, hoor. Oh, Leclerc en Vettel zijn er ook. Nou, het feest is compleet, beste kijkers. Maar wij gaan echt... Ja, ik kan bijna niet doorrijden. Ik moet wel naar binnen. Oké, Lewis Hamilton gaat nu naar binnen. We moeten nu echt knallen. Leclerc is ook doorgereden, Albon ook. Dus die gaan net zoals mij proberen een undercut te maken, zodat wij 1 en 2 blijven. Mijn teammaat die zit nu in de pit. Ik heb geluk dat Leclerc geen DRS nu heeft. Maar wij moeten nu echt zo meteen direct een goede pitstop krijgen. Bottas is ook doorgereden. Geen fouten, Robin. Geen fouten. Kom op. Een beetje liften moest ik. Anders kon ik deze bocht niet halen. Oh, vol in de ankers. De banden zijn echt op. Maar ik heb geen tijd verloren met Leclerc. Oh, kom op, kom op, kom op. Daar moet ik naar binnen. Ja, goed zo. Beetje te veel Oeh. Ja, daar rijdt Hamilton. Die komt dan. Oh, dit wordt zo spannend. Kom op. De pit moet goed gaan. Kom op, kom op, kom op. Of ik kom net voor hem of ik kom net achter hem. Ik denk dat ik net achter hem kom. Kom op, kom op. Hij komt nu over de streep. Yes, 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 yes. Kom op. We houden onze eerste plek. Oeh, de bandjes, daar zit nog geen warmte in. Dus we moeten wel... Oké, nog 9 rondjes. Moeten we echt voluit knallen.
Oh, wat een geluk. Hamilton, Vettel en Leclerc. Nou, er zit nog geen warmte in mijn banden. En dat merk je omdat hij een beetje wil gaan slippen. Nou, ik moet zeggen, in de practice had ik wel de betere tijden op de mediumband. Had ik een van de beste tijden op de mediumband. En het lijkt net, ja, omdat niemand meer op de rode band rijdt, hè. Dus niemand kan meer steeds knallen, gaan jagen, zeg maar, op mij. Wow! Wow, wat een geluk. Dat ik daar de auto nog kon houden, dat was... Wauw. Maar zoals jullie zien... Ik win tijd op Lewis Hamilton. Het was 3,6 seconden en nu 4 seconden. Ik heb de betere pace met de medium band. Kijk, dat is perfect. Als ik dan geen fouten maak, zoals dit, dan hebben wij gewoon een hele goede kans. Ik heb een probleem met mijn fuel. Ik moet nu al leanen met mijn brandstof. Dus ik moet snelheid afnemen. Ik moet mijn auto wat meer door de bochten laten rondgaan. Anders hebben we niet, zometeen niet genoeg brandstof om over de streep te komen. Lewis Hamilton zit op een mooie 5 seconden van ons af. We zitten in de 10e ronde, we moeten er nog 7. Maar wat een 8 rondjes. Dit was echt niet normaal. Oh, en dan de binnenkant, de buitenkant, de binnenkant beschermen. We hebben elkaar zelfs nog een keertje aangetikt. Naar buiten geduwd op de baan, echt niet normaal. Maar het gaat nu lekker. Een beetje door laten lopen. Vast lekker ophouden. Kijk, 0,25 benzine hebben we alweer uitgespaard. En in de plus. Even weer op standaard zetten. Zo. We hebben de snelste ronde neergezet. Oké. Dat betekent, ik heb echt een super pace met deze band. Pace betekent gewoon de... Ja, gewoon de... Hoe kan ik dit nou het beste even uitleggen? Ja, de auto en ik hebben gewoon het beste gevoel met deze band. Laat ik het maar zo zeggen. We rijden het snelst op deze band. De band ligt gewoon het lekkerst onder de auto. Echt top. Hier weer lekker vol gas door. Eigenlijk is het echt een super mooie baan. Alleen dit stukje wat je nu net kreeg, daar kan je zo lekker hard door. Alleen één klein stuurfoutje wat ik daar een paar rondes terug had. En je belandt zo in het gras. En je maakt een dikke glijder. Echt.
Oh, Lewis Hamilton laat een gat vallen. Nou, dat is helemaal top. Dat betekent dat hij is echt aan het vechten met Leclerc voor de tweede plek. Niet dat ik het erg vind hoor. Totaal zelfs niet. Stel, jullie vonden het net ook zo spannend. Beloon het zeker even met een blauw duimpje omhoog. Hè? Ik denk dat dit ook een snel rondje gaat worden. Altijd in die bocht te ruim. Hier dan weer te veel curve. Nou, we moeten nog 4 rondjes, beste kijkers. Er rijden nog 20 rijders gewoon nog mee, dus niemand is nog uitgevallen. Hamilton zit op een kleine 9 of 10 seconden. Op 10,5 seconden bijna. Nou, het gaat echt super. Snelste tijd hebben we neergezet. De beide Ferrari's zie ik op het rechte stuk zijn echt... Oh, ik wou net zeggen, de beide Ferrari zijn echt heel erg met elkaar aan het vechten. En toen zei mijn monteur, engineer, die zei dat Leclerc een klein probleem had of een klein ongelukje had gehad. Dus 100.000% zeker dat dat met Vettel is geweest. Zo. De 14e ronde rijden we in. Oh. Ik ben zo blij dat we niet meer zo aan het vechten zijn met Lewis Hamilton. Wat een gevecht was dat. Jeetje. Ah, Devin Butler is eruit. Oké, beste kijkers, zoals jullie hier zien, zien jullie Devin Butler. Hij maakt ook de bocht iets ruimer. Maar ik denk dat hij echt pech heeft. Ja, je hoort hem. Je hoort de auto echt. Die heeft een probleem en... Boom. Het is klaar. De auto is... Ja, hij staat nog wel in neutral, maar... In de 1 bedoel ik. Maar het is echt klaar. Je ziet ook allemaal gele lampjes die flikkeren op zijn stuur. Het is, ja. Jammer, maar helaas onze eerste uitvallen. Ja, onze eerste uitvallen. Zo, ik maak hem ook even wat te ruim. Maar Devin Butler, onze eerste uitvallen van... de Hockenheimring, terwijl ik zei ja joh, alle 20 rijders die zijn er nog. Ja, jammer. Maar ja, is niet anders en wij zitten er nog lekker in, dus lekker dikke vette pur. Oh ja, ik moet hier wel een beetje rustig rijden. Okay. Want Lewis Hamilton, die is, ja, door mijn ene foutje net, dat ik even van de baan afschoot. 3 rondjes nog, we moeten er nog 2, 3, goed. Ja, Lewis Hamilton, die is wel iets ingelopen, omdat ik net... aan het einde van dit rechtstuk in de vorige ronde een dikke fout maken. Ja, zie je.
Hij is bijna 2 seconden even ingelopen. Nou, even geen foutjes maken dus. Hoppa. Oh, wat was dat ook weer? Ik zag mijn banden alweer in dat zand komen, in dat grind. Nou. En dan gaan we nu lekker de ene laatste ronde in. Oh, dat was weer iets. Elke keer die bocht ook. Nou, Lewis Hamilton loopt alweer uit. Ik denk net of er wat was met mijn auto. Lekker door laten lopen. Ah, Vettel derde. Ik wou dat Vettel echt in het echt ook zo reed. Het is gewoon heel erg jammer dat hij gewoon niet de onderdelen krijgt die Leclerc wel krijgt. Je geeft je beide mensen toch gewoon dezelfde onderdelen en de beste onderdelen. Dat wil bij mij er echt niet in. Laatste rondje, beste kijkers. Oh, en wat een race was dit. Echt. Ik wou nog een snel rondje neerzetten, maar dat... Oh! Moet ik dat niet doen? Hoor dat publiek even! Ja, dat is gewoon mooi. Hoppa! We moesten de engine down zetten. Nou ja, we hebben 9,7 seconden dus. Ik ga wel gewoon lekker rustig over de streep. Ik wil niet dat mijn motor gaat uitvallen of iets met de benzine. Want hier gaan wij gewoon als eerste weer over de streep in Hockenheimring. Hoppa! Pole position. Snelste tijd. En de eerste geworden. Kijk, mijn team blij zijn dan. Kijk ze dan. Perfect. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. Ja, Albon is vierde en die is niet blij. Maar ja, daar is die in derde ook niet, want dan gaat hij er lekker uit dus. Hoppa, daar staan we dan. Lewis Hamilton tweede, Sebastian Vettel derde. Yeah! Kijk. Kijk me vrolijk zijn en me blij zijn. Ah.
Wij reden 1.18.7. Lewis Hamilton's snelste ronde was een 1.20.3. Wow. Ja, 26 puntjes weer. We hebben de snelste ronde gereden, dus ook weer een puntje extra erbij. Even in de standings kijken. Sebastian Vettel is omhoog gekomen. We hebben nu 58 punten op Lewis Hamilton. Ja, 58 puntjes, dat is zeg maar, als ik twee races uitval, dan... Ja, dan sta ik nog voor hem, dacht ik. Ja, dan sta ik nog voor hem. Dus, ja, het wordt heel spannend. Het is gewoon nog echt heel spannend. Toro Rosso staat derde, ja, daar kan ik niet tegen rijden, want ik ben de enige die punten haalt en, ja... Weet je wat, we kijken voor de grap even. Waar staan mijn team aan? Kijk, dit bedoel ik. Ik heb gewoon een team aan die geen punten binnenhaalt. Als Lando Norris en Sergio Perez en Lucas Weber het kunnen, dan kan jij het toch ook? Maar ja, maakt niet uit. Wij zijn eerste geworden. Max Verstappen staat zesde. Nee, is zesde geworden. Die heeft 8 puntjes naar binnen gesmokkeld. Ja, we gaan even kijken in onze motorhome wat onze volgende race is. Let's do it! Oké, beste kijkers, we zitten weer in onze mooie motorhome. Eentje, dat mag ook wel. Ja, verstop jij hem achter je beeldscherm. Jij daar, jij. Jongen, wat een team, man. Maar, we zitten in ons volgend weekend van de Hungaroring. Dus Hongarije gaan we rijden. Maar die zien jullie de volgende keer. Zoals jullie weten, ik ga wat meer uploaden, Formule 1. Want ik wil gewoon door dit seizoen er even snel door. Dan kunnen we het nieuwe seizoen gaan spelen. En onze eigen team ook gaan oprichten. Want dat heb ik ook wel gezien en dat wil ik zeker. Dus stel jullie vonden het leuk. Beloon het zeker even met een blauw duimpje omhoog. Abonneer als jullie niks willen missen. We zitten bijna op de 100, ja, op de 100 abonnees. Ik ben echt super blij dat dat... ja, dat jullie mij volgen en dat jullie het leuk vinden. Dus like mijn video als jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Jullie weten hoe het werkt. Hey, beste kijkers. Adios!